la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza duro. Hey Alex. Oké, okay, goedemorgen dames en heren, we zijn weer bij de Jeugd met Scheid. Vandaag is het de E2 van de RKV die we gaan bekijken. Helaas staan er weinig moeders langs de lijn, zie ik. Ik weet niet hoe dat komt, maar we zien nou in ieder geval de samenvatting. Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed gelijk zijn paard. Ik maak een soort van grapje over een zak van Zwarte Piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rij ik even bij ze langs omdat ze heel goed ken. Helaas, helaas, is Sint nooit thuis, al soms een Zwarte Piet. Die trouwens in zijn vrije tijd opvallend bleek je ziet. Sinterklaas! December krijg ik al een kleur. Ik weet wat me te wachten staat, een schimmel voor de deur. Ik heb wat drank in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Meteen een jaar drinken ze en een jaar daarop weer niet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Maar ze bij pepernoten, 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 pepernoten. Ja, goedemorgen, heeft net de samenvatting gezien en we staan hier met ze, we staan netjes op een rijtje, we gaan ze even snel af. Hoe heet jij? Giancarlo. Giancarlo, zo, dat is een dure voetbalnaam. Ik heet Giovanni. Max. Thomas. Hoe? Thomas. Thomas. Dat hoor je niet zo vaak. Tim. Lars. Waïu. Kevin. Rick. En heren, wat is het geworden vandaag? 9-3. En hoeveel stond er met rust? 6-7-0. Wat is er de tweede helft gebeurd dan? Slecht. Ja, slecht. Ja. Gingen we er een beetje makkelijk over denken? Ja. Ik kreeg zelfs een knie in mijn zak. En ik kreeg daarna weer zo. Ja, maar kijk, weet je wat, als de tegenstander achter staat, dan gaan ze ook verder spelen. Wow. En dan krijg je dat. En ze hebben toch niet gewonnen? Slecht. Ja, in ieder geval 3 punten. En Riebertje, hoe gaat het in de competitie? Ja, goed. Ja? Hoeveel staan jullie? Tweede. Ja? Ja. En heb je ook een keer de 0 gehouden? Nee. Ja. Ja, heel vaak. Moet je maar 5 keer zeggen. Hoe vaak heb je de 0 gehouden? 1 keertje. Ja, hij deed het. Komt vanzelf, kom zo. 1 keertje, 0 gehouden. Tegen wie dan? Drijf altijd, hè. Gewoon zeggen. 1 keer. Ja, tegen wie dan? Dat weet ik niet, maar ik heb wel... Zie je? Sowieso wel 1 keer. Ja, voorschoten. Ja, voorschoot echt niet. En wie is hier de topscorer eigenlijk? Wie is de topscorer van het elftal? Ja, nee, ik weet niet. Ik heb wel volgescoord. We hebben nee, twee. Ik kan Giancarlo zijn topscorer. Echt niet? Echt wel. Ik heb een 4. Hij heeft er ook 4. Ja, geen ruzie. Vader heeft het verteld. Ja, dat is een onderlinge strijd hier zo. Ja. En wie heeft de meeste assist? Want assist is ook heel belangrijk, hè? Nadia. Wat heeft? En waarin? Kijk, dat is een hele bescheiden jongen. Die staat hier gewoon rustig bij. Ja. En je hebt gewoon de meeste assist. Mag ik gewoon je hand opsteken? Dat is ook heel belangrijk. Ja, hoort ook bij het voetbal. Maar hij scoort ook heel veel. En heren, even tussendoor. Ja? Wat is de kleur van de RKV? Rood-wit. Ja, dit zijn onze trainingspakken. Wit-rood. Ja, dit is gewoon blauw toch, of niet? Ben ik nou een beetje kleurgeblind? Ja. Timmy. Zeg maar nee. En ik ben... We zien het wel, het logo staat er gewoon netjes op, hoor. En wie is de sponsor? Ik weet niet... Kijk, ik weet niet wie de eigenaar hiervan is, maar volgende keer willen we graag rooien. Rode trainingsjackjes voor de keer. Hij is de eigenaar. Heren? En ik ben de
degene die meestal altijd de corners indraait. Ja? Oh, en... nou, oh. Echt mee. Nou, die neem ik mee, die geef ik aan mijn aanvoerder. Ja, nee, die krijg je niet meer terug natuurlijk, hè. We gaan even de camera. Ik zeg hier heel veel succes dit seizoen. Dankjewel. En we gaan natuurlijk voor de, want ik heb nog één plekje hoger, dus we staan tweede. We gaan voor die eerste plek. Ja. En we gaan eerst even de kijkers even uitgedacht zwaaien. Dat kan je wel zeggen. Ik denk ook wel dat het kan herhalen. Het is echt heel erg leuk. We hadden wel een aantal dames gehad, maar zoveel dat ongekend. Ik
moet ook zeggen dat ik heel blij was dat ik jullie uitgenodigd werd om foto's te mogen maken. Ik heb ook genoten. Waar hadden jullie van tevoren rekening mee gehouden? Ja, we hadden er rekening mee gehouden. Ik bedoel, een aantal mensen? Ja, nou ja, 200. Maar we hebben het overstreken, dus dat is wel heel erg. Hoeveel kaarten zijn er verkocht uiteindelijk? Dat weet ik niet. Ik zal het allemaal invullen toen ze binnenkwamen. Een hele berg. Dus nou, je zag hoe druk het was. Heel veel. Nou, ik heb ook alleen maar positieve reacties gezien en gehoord. En ik denk dat het een fantastisch begin is van het jubileumjaar. Dus namens de club willen jullie ook van harte bedanken voor deze schitterende avond en dat we erbij mochten zijn. Wil je nog wat tegen de kijkers zeggen? Ja, we hebben nog een volgend feestje in januari. Allemaal naar het grote feest van RKV, 19 jaar. Bedankt voor de enorme leuke avond. Ja, Bas, dan speel je 0-0 tegen DRC. Daar was je van tevoren wellicht blij mee geweest. Maar achteraf... Ja, zeker. De baas van de tweede helft. Vooraf zeiden we ook, want dat zeggen we wel vaker richting bepaalde uitwedstrijden. Kijk, als je wint is het natuurlijk super en dan kan je natuurlijk heel constant naartoe praten. Maar je weet als je hier gewoon een punt wegpakt met op zich een goede wedstrijd, dat je op zich een goed resultaat haalt. Alleen ja, buiten de eerste 10 minuten kwartier wat echt wel voor hun was, hadden we moeite met hun. Dan kwamen ze een paar keer goed door en een paar goede kansen. En goed, dan houdt Jans ons goed in de wedstrijd. Maar goed, dan pakken we ons een beetje terug. En de tweede helft eigenlijk zijn wel de constante, de meeste ploeg geweest die heel dominant was. En ja, je zag ze wel wankelen en dat duurde maar. En dan krijg je ook de kansen, echt mooie kansen. Weet je, pech om met een bal op de paal, kopbal, maar ja, 1-1 met Kim op de keeper. Nou goed, Nicky Pieke, bal van Twitter van de lijn afgehaald. Nog een paar goede momenten, en, ja, valt hij niet. En dat is dan wel jammer, maar als je nu zo staat, denk ik ja, 0-0. Tegen een ploeg die heel veel scoort, heb je toch de nul gehouden, heel dominant geweest. Alleen een beetje jammer van het mindere dan dat je de kansen laat liggen, op basis zeker van de tweede helft. Maar op zich een goede wedstrijd en een goed resultaat. In ieder geval met een positief gevoel verder. Ja. Volgende week is er geen programma, de week daarna tegen Nieuwenhoorn thuis. Volgens mij wat lastige gele kaart opgelopen. Ja, we krijgen een schorsing van Matthijs, een schorsing van Justin. Dus Sander die wegvalt. Van Akkeren, dus vakantie, niet blij mee, maar ja, goed, we hebben 2 weken de tijd om te gaan puzzelen en kijken hoe we dat gaan invullen, maar er is al een heel strijdbaar en goed elftal staan thuis tegen Nieuwenhoorn, wat gewoon voor de 3 punten gaat spelen. Oké, hoe was je workshop afgelopen vrijdag? Ladies Night was leuk, ja, was een kind in de snoepwinkel, dus nee, maar dat was heel leuk. Helemaal vol, kantine vol met vrouwen, voetbalkantine vol met vrouwen, is ook wel eens wat anders, maar ja, het was een hele leuke sfeer en volgens mij was het een goed succes geweest. En, we hebben veel flesjes wijn weg en leeg geschonken voor de dames, dus nee, maar het was een hele leuke avond en we hebben een aantal jongens van de selectie, hadden ze gevraagd om te helpen vanuit de organisatie en dat hebben we graag gedaan. Nogmaals, voor de club denk ik was het een enorme stimulans en ook de organisatie perfect gegeven, dus dat was leuk. Oké. Nou, Bas, nog 2 weken is dan naar Nieuwenhoorn toe. Ik wens je veel succes met het voorbereiden erop. Dankjewel. Oké.